Verkeersergernissen. Verkeersergernissen. Heb je vast een mening over? Sommigen spreken over de verkeersmaffia. Maar dat zijn zogenaamde mafkezen in het verkeer. Hoe het verkeer moet, dan kapstokregel. Geen voorrang nemen, maar voorrang krijgen. Dus een heer in het verkeer. Niet ik, maar we zijn in het verkeer. Want het verkeer is van ons allemaal. Heeft u nog een volgende vraag? Ja, en zijn er wel eens zaken waar je je aan ergert in het verkeer? Ja, ik was bijvoorbeeld laatst in Reewijk en daar liep ik in het winkelcentrum. En er was een mevrouw die reed mij ondersteboven bijna. Oh? En toen zei ik, sorry, neem me niet kwalijk dat ik daar liep. Maar het is eigenlijk andersom, hè? Zij zei geen sorry. Nee, zij fietste door. Helemaal door. En ik was ook door mijn ergernis heen. Omdat ik sorry zei. Snapt u? Assertiviteit in het verkeer. Dus incasseringsvermogen hebben in het verkeer. Dat het niet verkeerd gaat in het verkeer. En dat moeten we allemaal een beetje hebben, begrijp ik goed. Incasseringsvermogen. Ja, we moeten dus, in het verkeer zijn we met z'n allen een société, een maatschappij. We zijn niet alleen in het verkeer, dus we zijn geen ik, maar we. En we is wij, en in de wij zijn schaapjes. En die gaan ook elkaar passeren op een nette manier. En anders grijpt de agent de herder in, snapt u? Ja, beetje lief zijn voor elkaar. Juist. Dus. Lief. Wij begrijpen elkaar. Lief is, ja, poepies en pissies en ditjes en datjes. Maar lief is eigenlijk een soort sief. Je krijgt het of je neemt het. Hartedief, hè? Ja.